De regering heeft nog geen kandidatenlijst voor een nieuwe korpschef. In de gemeenschap gaan er berichten rond dat waarnemend korpschef Henry Seedorf, commissaris Stanley Shangour en inspecteur van politie Milando Atompay getipt zijn voor deze functie. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie zegt dat deze drie personen geen kandidaten zijn voor deze functie. Dat zijn niet de namen van het ministerie van Justitie en Politie, de kandidaten. En ook niet van de regering, voor zover ik het weet. Wie zijn de kandidaten? Dat kan ik nog niet precies, voor zijn bezig met exercities. En we zullen ze presenteren. Wanneer het zover is, zullen eventuele namen worden gepresenteerd aan de Raad van Ministers. De politiebond staat achter de handhaving van Roberto Prada als korpschef. Echter zegt Amoxie dat de regering het beleid uitstippelt en dat indien zij het gevoel heeft dat er daarin verandering moet komen, dat ook zal gebeuren. De regering maakt het beleid. Hè? En wanneer bijvoorbeeld de regering na evaluatie van de verschillende veiligheidsinstituten, veiligheidsdiensten, en de regering heeft het gevoel dat daarin verandering moet komen in de leiding, dan gaat de regering dat doen. De minister sprak enkele journalisten gisteren op de stoep van het kabinet van de vice-president voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.